Yo guys, Kletsch hier, Revenant in één video. En vandaag de top 5 films die ik wou kijken in 2016. Ongeveer een jaar geleden, pakt een jaar en 5 dagen of zo, had ik een video geüpload met de top 5 films die ik wil zien in 2016. Nu, die 5 films heb ik dus allemaal gezien. En nu ga ik die opnieuw schikken. Ik bedoel, hoe fucking slim is dat bedacht? Ik denk dat het allemaal wel duidelijk is. Ik zal de rangorde van de video in 2015 even vertellen. Op 5 stond Finding Dory, op 4 stond Assassin's Creed The Movie, op 3 stond Deadpool, op 2 stond de Batman v Superman, Dawn of Justice, en op 1 stond Rogue One, A Star Wars Story. Voordat ik ga beginnen met alle films op volgorde te zeggen en zo, wil ik even zeggen dat ik alle films eigenlijk echt wel vrij goed ben. En op nummer 5 staat Assassin's Creed The Movie. Dit was helemaal geen slechte film, zeker niet voor een game verfilm. Ik ga binnenkort op mijn kanaal een review doen van Assassin's Creed. Dus dat kunt je zien wat ik er goed aan vond en wat ik er slecht aan vond. Maar ik ga het hier ook gewoon even heel kort zeggen. Er waren goede dingen aan, maar er waren ook echt wel een paar slechte dingen aan. Dus ja, dat zult je allemaal wel zien in de review die deze week nog online komt. Dus dan zeg ik op naar nummer 4. En op nummer 4 staat Batman v Superman Dawn of Justice. En deze film vond ik helemaal niet slecht. Ik heb hem zelfs op Blu-ray. Oké, dat was veel moeite. Ik heb hier de Blu-ray, ik heb hier Batman v Superman en Man of Steel. En voor degenen die vragen van, hey, waarom heb je een 2 film collection gekocht? Ja, om Batman v Superman te begrijpen, moet je Man of Steel gezien hebben. En ik denk dat de meesten die naar de cinema zijn geweest, Man of Steel niet hebben gezien. Daardoor heeft ook veel, negatieve ratings. Want de eerste keer was ik ook zo van, eigenlijk was het geen goede film. Maar dan dacht ik, er stond fucking cheap in de Fnac, ding voor 20 euro of zo, zo'n 2 film collection. Dat is de Ultimate Edition, dat is echt gewoon niks. En toen heb ik de film opnieuw gekeken. Ik heb natuurlijk eerst Man of Steel gekeken, dan heb ik Batman v Superman gekeken. En dan werd Batman v Superman echt wel een goede film, want je begreep het beter. En als je de laatste scène van Man of Steel, zeg maar, parallel legt met de eerste scène van Batman v Superman, dan loopt dat perfect gelijk en dan is dat dezelfde scène, alleen in Batman v Superman uit Batman's perspectief en in Man of Steel uit het perspectief van Superman, hè. King of Man of Steel zeggen. Oké, eigenlijk klopt het wel, maar dat boeit niet. En achteraf gezien vond ik Batman v Superman eigenlijk helemaal geen slechte film. En het is sowieso een andere superheldfilm. Marvel zijn echt altijd super goede superheldenfilms, maar het is altijd zo wel een beetje hetzelfde, snapte? Er is een good guy en die moet het opnemen tegen de bad guy en op het einde van de film wint de good guy altijd. Ja, zo is een Marvel film. En dat maakt een Marvel film zeker niet slecht, maar de DC-films zijn toch anders. En ja, ik vond Batman v Superman gewoon een leuke film. Dus ja, I don't know, laat me eens. En op nummer 3 staat Deadpool. Het is een film dat je met plezier eens terugkijkt. Een leuk film, maar ook niet super speciaal. En wat ik echt wel heel leuk vond in deze film, is dat er zo veel werd verwezen naar andere films. Naar The Green Lantern van 2011. Deadpool was gewoon een leuke film. Het was grappig. En dan op nummer 2 staat Finding Dory. Oké, ik ben sowieso iemand die heel graag van die... ja, van die animated dingen kijkt voor kinderen, want ja, ik weet het niet, want dat is gewoon leuk. Het was een waardige opvolger van Finding Nemo, vond ik. Het is niet zo goed als Finding Nemo natuurlijk, maar Finding Dory is ook zeker geen slecht film. Ik bedoel, het was hartverwarmend, soms was het zelfs een beetje spannend. Toen je zo de film aan het kijken waart, dan werd je zo even terug klein en... Het was echt gewoon een leuke film, ja. Net zoals bij Deadpool, wat moet ik erover zeggen als ik hem leuk vind, ja. Ik vond hem gewoon net iets beter als Deadpool, omdat deze wat meer jeugdherinneringen opbracht, snapte. En dat deed Deadpool nu al niet, omdat Deadpool nog nooit ervoor is verfilmd, denk ik. En de meeste kon, denk ik, wel voorspellen dat ik op 1 Rogue One, A Star Wars Story ga zetten. Die film was echt zo goed, maar dat was echt... klaarkomen in de cinema, dat was... Ik heb zelfs een hele filmreview gemaakt over Rogue One, Star Wars Story. Als je die nog niet hebt gezien, ga die dan nu zien of zo. I don't know. En dan daar leg ik wel uitgebreider uit wat ik zo goed vond aan Rogue One. Ik ga door de cast en zo.
je ziet het zelf maar. Dit waren mijn top 5 films die ik wou kijken in 2016. Ik hoop dat jij de video toch een beetje leuk vond. Een beetje maar. Dus meer dan genoeg om een like te geven. Dus dan ga ik deze video afsluiten. Vond je het leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer weer meer. En ik zeg ciao.